In elke aflevering brengen we een bezoekje aan Startup Nijmegen. De plek waar startende ondernemers net dat extra steuntje in de rug krijgen. Vandaag spreek ik met bedrijf Waterdicht. Door de coronacrisis worden veel bedrijven gedwongen een andere koers te varen. Om toch te zorgen dat het bedrijfsplan waterdicht blijft, bieden zij hulp bij het actualiseren van juridische documenten. Ja, we zijn denk ik officieel in oktober begonnen. Maar omdat we allebei nog studeren, ja, is dat wat langzamer verlopen. En ik denk dat we nu echt pas anderhalve maand echt volledig mee bezig zijn. Dat we elke dag wel iets te doen hebben. Oké. En wat voor opdrachten krijg je dan eigenlijk binnen? Ja, van alles. Algemene voorwaarden, privacyverklaringen, verwerkersovereenkomsten. En ook overeenkomsten van opdracht voor ZZP'ers. Ja, en controleren. Controleren, inderdaad, actualiseren van algemene voorwaarden bijvoorbeeld. Dus de laatste klant gehad, die had al wel algemene voorwaarden, maar die vroeg aan ons van, nou, is de wetgeving veranderd? En dan checken wij dat. Dus die diensten leveren wij, ja, dat soort opdrachten krijgen we binnen. Oké. En liep dat een beetje al goed? Want ja, jullie zijn al nog niet super lang bezig, maar hoe liep het voordat corona in Nederland was? Nou, we merkten denk ik dat we in het begin, toen we echt net begonnen, merkten dat er heel veel klanten echt vanuit ons netwerk kwamen die ons benaderden. Of dat wij eens even naar hun algemene voorwaarden wilden kijken. Dus meer, ja, een beetje informeler allemaal. En eigenlijk sinds corona merken wij dat, dan zie je dat ondernemers misschien meer tijd hebben. Dus dingen gaan doen die ze nog al langere tijd op de schap hebben liggen. Waardoor wij juist in coronatijd heel erg hebben gemerkt dat de klanten heel erg toenamen. Dus het aantal opdrachten nam heel erg toe, juist door corona bij ons. Ja, ik kan me voorstellen dat bedrijven ergens misschien juridisch in problemen komen omdat het niet goed gaat of iets dergelijks. Hebben jullie dat ook veel gezien? Misschien heel veel corona-gerelateerde onderwerpen die binnenkwamen, opdrachten? Nou ja, het is ook heel moeilijk voor bepaalde bedrijven omdat ze bijvoorbeeld niet kunnen leveren omdat natuurlijk de productie heel lang stilgelegen heeft. Mm-hmm. En dat soort problemen is voornamelijk wat nu speelt. Alleen waar wij ons nu voornamelijk wel op focussen is zeg maar het voorkomen van die problemen juridisch gezien in de toekomst. Ik denk dat bedrijven daar in ieder geval onze klanten daar op dit moment meer mee bezig zijn. Ja, en dat doen we dan bijvoorbeeld door middel van het toevoegen van een overmachtsbeding in zo'n algemene voorwaarden. Waardoor je dus dat kan vergroten, dus dat corona daar bijvoorbeeld onder valt. Okay. Maar wat dachten jullie aan het begin toen het in Nederland kwam? Ik kan me voorstellen dat je dan toch even schrikt van oké, gaat heel veel slecht met bedrijven of iets dergelijks. Ja. Wat dachten jullie toen? Ja, ik liep stage en die is toen vroegtijdig beëindigd. Maar aan de andere kant dacht ik wel meteen van hey, nu heb ik meer tijd voor waterdicht en nu kunnen we zelf deze tijd gebruiken om stappen te zetten. Oké. Hoe denken jullie dat de toekomst voor het bedrijf eruit gaat zien? Nou, waar wij nu heel erg mee bezig zijn is het aangaan van samenwerking bijvoorbeeld met webdevelopers. Als jij een onderneming start, dan is het eerste waar jij langs gaat een webdeveloper vaak. Dus dat zij dan als extra dienst algemene voorwaarden of andere juridische documenten aanbieden. Dus in de toekomst gaan wij waarschijnlijk samenwerking uitbreiden. Waar dan nu in verband met corona heel erg moet door middel van Zoom of Microsoft Teams. Kan dat dan misschien weer hier bij Startup Nijmegen bijvoorbeeld of bij hen op kantoor. Oké. En heeft Startup jullie goed ook met alles geholpen hier? Wel een belangrijke vraag eigenlijk. Ja, we zitten eigenlijk best wel nog niet zo lang bij Startup. Mm. Maar we hebben eigenlijk nu al wel gemerkt dat het zoveel voordelen heeft. Niet alleen dat je hier een werkplek hebt, dus werk en wonen, dat je dat van elkaar afsluit. Mm. Maar ook gewoon het netwerk en de mensen die je hier ontmoet, die hier verder kunnen helpen. Zo hebben bijvoorbeeld al een webdesigner gesproken die hier ook al een tijdje bij aangesloten zit. Dus zo zie je dat het netwerk ons ook vooruit helpt. Dat zijn startups natuurlijk onze doelgroep. Dat zijn de bedrijven die algemene voorwaarden nodig hebben. Dus we hebben hier eigenlijk lopen hier allemaal potentiële klanten ook rond voor ons natuurlijk. Dus, en daarnaast met die professionele hulp hebben we laatst een lezing gehad over marketing, sales maken op LinkedIn bijvoorbeeld. Ja, super waardevol om hier bij aangesloten te zijn, zeker weten. Wat zou je startende ondernemers mee willen geven uit deze periode? Wat heb je extra geleerd? Ja, dat je het gewoon moet doen. Als je een idee hebt en je gelooft er voor de volle 100% in, dan moet je gewoon een sprong in diepe nemen, denk ik. Ja, precies. Want het is hartstikke leuk, je leert er veel van. Helemaal als je jong bent, dan moet je het gewoon doen, want dan heb je de tijd. Nou, gewoon risico durven nemen, inderdaad. En juist kansen proberen te zien waar misschien andere mensen juist denken van, nou, dit gaat er niet worden. In verband met corona bijvoorbeeld. Gewoon risico durven nemen. En ook vooral niet aantrekken van wat andere mensen denken. Dan denk je, ah, dat is een stom idee of iets. Gewoon je ding doen. Oké. Ik denk dat het belangrijkste is.